van Tigootje. Tof dat jullie maar kijken naar een gloednieuwe video. Ik was dus samen met Alex en Jerry en we hadden trek in sushi. Maar we vonden het een beetje raar om het gewoon te bestellen. Wie doet dat nou? Iedereen, dat hadden wij ook moeten doen. Maar wij kozen ervoor om sushi zelf te gaan maken. Ik kan beter jullie gewoon die dag laten zien. Wat is dit? Fuck man bro! Dat zijn mooie pizza's, toch? Wat doe jij hier? Lust je ook sushi? Ga eens even van mijn bank af, godverdomme! Jezus! Lust je ook sushi? Sushi? Heb je sushi? Ik kan wel sushi maken voor jou. Ga sushi maken! Zullen we zien? Ja! Weet je dat ik beter sushi kan maken dan jou? Denk jij nou dat je beter sushi kan maken dan ik? Ja. Ja, dat denk ik zeker ja. Dat gaat niet gebeuren. Sushi is heel lekker. En ik ga binnen. Nou, dat was het. Ook sushi? Sushi! Oh, sushi! Denk je nou echt dat je beter sushi kan maken dan ik? Ja, ja op zich. Ja, ik denk wel. Ja. Oké, let's go. Alle sushi is gehaald, alle voorwerpen, dan kunnen we nu sushi gaan maken. Oh, lekker in de meter. Waar gaan we zitten? Ja, dat kan. Hallo mensen, welkom weer bij een nieuwe Koken met Tigo! Welkom bij een kookvideo, maar eerst een andere outfit. Ik moet doen. Verdomme, jij moest ook klappen. Oké. 3, 2, 1. Jerry, 3, 2, 1. Maar eerst een andere outfit. Ik zet er niet op. Maar eerst een andere outfit. Sushi. Wat hebben we nodig voor deze klus? Heel veel sushi dingen. En een komkommer. En heel belangrijk, dit nieuw heb ik geplakt. Wat nieuw is bij sushi dingen is een banaan. Ik heb hier geen zin in. Ik zou het echt wegspugen als ik jou was nu. Ook al gevuld over. Smakelijk eten. Hey, dit van mij, niet van jou. Klein stukje, neem maar happy. Zo. Hij likt een banaan. Oh, hij spuugt het uit en likt het. Vandaag gaan we sushi maken. Vandaag samen met Jerry. Jerry, daar heb je dat nou. Ik heb geen idee, ik heb het nog nooit gemaakt. Hij blijkbaar wel sesamzaad. Dat heb ik nog nooit gebruikt. Ja, eetbaar. Nog een beetje terug, of? Oké. Is het überhaupt eetbaar? Ik vind het net een vogel nu. Volg me nog niet op Twitter. Het is 14 euro.
tot zover de Sesamzaal. En Jerry, wat is dit? Wat is dit überhaupt? Oh, Rijsvingar. Vingar klinkt echt als een Pokémon. Vinegar. We kennen allemaal de pizza ananas discussie. Waarom hoort een ananas op een sushi? We gaan nu achterkomen of het lekker is. Oké, dus staat nog echt een... Wacht. Pak je telefoon. Pak. Even een filmpje. Nou, er zit hier toch een camera of kom ik uit de naam? Nee, ik moet even een filmpje bekijken. Van zo'n man van de Albert Heijn die het uitlegt. 10 minuten staan om de rijst wat water op te laten werken. Heeft dit echt niet door? Of? Is dit hard? Ja. Heb je ooit wel eens rijst aangeraakt? Nee, ik ben toch helemaal goed. Oh ja. Tweede pak. Hoeveel pakken moeten er überhaupt in? Ik weet het niet. Mag ik een derde pak doen? Oh ja, jij bestaat ook nog, hè? Hallo? Ja? Oh nee, dat is al goed. Jerry? Jerry Radnam, Jerry.Radnam op Instagram zei dat ook iets voor jou. Oh. Hallo? Mijn kat is dood. Sorry, opnames leggen even stil. Oké, dan kunnen we die gebruiken voor in de sushi. Satisfying. Oh, dit is echt satisfying. Oh. Oh nee, dit is echt. Oh. 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 Nee, dit is echt. Kijk even. Oh. Doorheen. Oh. 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 Jullie gaan niet eens audio kunnen gebruiken. Oh. Oh, kijk even. Oh. We hebben een filter voor rijst. Rijst, doe het in de pan. Rijst, doe het in de pan. Juist. Geen geld op de bank. Check hem nu als je hem nog niet gezien hebt. A few moments later. Kraan! Wat is er? Doe die kraan uit, doe die kraan uit, doe die. Alsjeblieft, Jerry. Dat ziet heel vies uit. Wow, dat is. We hebben geen safe met de kleinere gaatjes. Jongens en meisjes, wil je nou dat Tycho weer iets gaat kopen of zo? Nou, dan moet je. Zet gewoon in de comments neer wat je wil dat hij gaat koken. Bijvoorbeeld. Dat ga ik er niet in laten. Of. Verdomme, kijk uit voor die sushi rijst! Ik ben helemaal klaar mee. Verdikkie, godverdomme. Gaat het goed in de keuken? Ja, misschien moet je gewoon je bek houden en misschien gaan helpen ofzo. Het is wel mooi, dit is de Tycho coke shit, maar ik doe niks. Is dat drinkbaar? Ik wil op melk. Zo, dat heb je nog best wel goed gedaan. Zo. Oeh, dat is warm. Gaat alles goed? Ik heb net rijst gekookt. En ik heb net hier gezeten, een beetje op mijn telefoon en zo, een beetje niks. Ja, dus ik heb net de rijst helemaal zelf gekookt. Wat er nu met de rijst gebeurt, ik kan wel interessant vertellen wat er gebeurt, maar ik heb echt geen idee. Het is warm en er zit een water op. En waarom staat het hier stil? Maakt niet uit, het moet dus dan. Ik kom 2 liter aan het koken en jij wil snelheid. 1,2 liter. Zei die vent niet 600 milliliter? Luister eens even. Die gozer, die had toch minder rijst? Dat weet ik toch niet? Dan kan je toch ook even normaal zeggen? Zag, godverdomme man. Jij had ook helemaal niks in het huis. Ik moet alles doen in het huis. Volgens mij zit jij net al stil is dat ik niet te koken. Ik moet zorgen voor de hond. Ik moet zorgen voor de apen hier. Ik moet zorgen voor jou. Ik moet je ondergoed wassen. Ik moet je kleren wassen. Ik kan het ook niet meer. Dan kwamen we bij mijn huis. Het is oké, ze zijn weg voor morgen. Hallo label. Ik geef op. Warm ondertussen. Kijk, hier de losmaak zo. Zo. Warm ondertussen. 6 eetlepels rijst daar zijn. Oké, nou, 6. Oké, 6, ik tel wel. Oh. Ha 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 ha!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, dom. Nee, Tycho. Nee. Ai, 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 ai. Ik ga deze azijn met zout en... Doe even jouw hele bekende... Weet je? Dat wachtmuziek. Zet die shit uit! Ik heb er niks mee te maken. Zo is veel beter. Alex. Sneller, pang en go. Oh, sorry doggy. Ik ruim het al van je op. Jij moet echt kok worden. Sinds wanneer maak je zulke censureergeluiden? Oh, dat gaat goed hoor! Oh. Oh. Oh, het stopt meteen. Hoe is dat of? Volgens mij hoort bij sushi echt gewoon dat kleverige, vieze kleverige resten. Juist, gaat helemaal goed. Toch? Dat is toch bij sushi? Denk het, ik heb geen flauw idee. Lekker? Wat doe je? Jerry. Nee, dit meen je niet, toch? Oh, dit wordt heel naar. Hoe ga je die terugkijken? Dat heb ik best wel snel gedaan. Ben je zeker dat het klaar is? Nee. Ja, toch. Wat we gaan doen? Waarom laat die scheten? Giet het! Ik wil niet. Ik wil mijn handen. Ik wil blijven leven. Mama. Dit past niet. Oh. Ik denk echt dat we het helemaal verkeerd doen. Nu heb jij het al gedaan. Dat heb jij het al gedaan? Nee, alleen als het goed gaat heb ik het gedaan. Oh, man. Ja, Jerry, schiet op. Doei. Ik dacht inmiddels zo'n. Oh, dit duurt maximaal half uur. Dit is pas stap 2. Dit is koken, sushi, rijst. Niet smakelijk. Nee, de rest is sneller. Tot morgen op school. Dat is geen verandering dat hij traag is. Luister, ik moest altijd in mijn eentje doen. Schiet eens op. Dat was niet leuk. De enige reden waarom ik sushi wou, was omdat ik het wou eten. Niet om te maken, dat is saai. Ik wil het niet. Ik ben best wel trots op je, Jerry. Ik had niet verwacht. Ik ook. Met één keer dit gedaan te hebben, dat jij het zodanig goed begrepen hebt. Ja. Stappen. Wij vinden het ook heel leuk. Ja. Nee, ik vind het echt oprecht leuk dat je dit had. En ik kan het best wel tegen je redden. Misschien, als je dat zou willen, zou je gewoon een ander baantje kunnen krijgen. Oké, klaar. Nee, oké, klaar. Klaar. Je kan massa produceren. Als je het leuk vindt om te doen, kan je best wel een carrière. Ben je tevreden? Dit is Xavier. Oh ja, trouwens, als jullie nog een clipje willen zien van hoe we aan dit Xavier komen, dat dan zien jullie nu. We zien gewoon dat de plaat hier ligt en dat het hartstikke fake was. We hebben het helemaal zelf gemaakt. Okay. Jij bent ook echt aan de golf. Je hebt die matjes en wat doet hij? Hij loshaalt. Echt waar. Ik kom dood. Ja, weet je, laat het ophouden dat je je best hebt gedaan. Dat is al, dan is het altijd goed volgens mama. Als iemand kan bouwen, dan is het Jerry. Precies! Dankjewel. Dan hebben we toch nog een grap gehad deze avond. Het is niet hoe ik sushi zeg maar ken ofzo. Nou, yes. Altijd op tijd. Altijd op mijn vraag. Oh. Wat de f*** is dat? Vraag je toch ook niet waarom jij eruit ziet zoals jij eruit ziet? Wat? Zo, kijk hem dan. Dit is... Kijk hem nou eens even dit afwerken. Van alle dingen, wie had nou weer gedacht dat Jerry goed zou zijn in het maken van sushi? Ja. Echt waar. Kijk hem nou. Ik ben verrast door Jerry. Ik ben gewoon verbaasd, Jerry. Ja. Jerry, om even je vraag van vorige keer te beantwoorden, wat kan ik? Sushi maken. Nou, zeg het zelf, Jerry, wat kan jij? Wat kan jij heel goed? Daar ben ik niet trots op. Oké, zeg maar dit. Jerry, wat kan jij goed? Zeg het. Sushi. Rijst koken. Ja, ik kan het. Rijst koken. Want sushi maken, dat moeten we nog zien. Nee, rijst koken deed je. Het ziet er ook uit als sushi. Dat is best wel bijzonder. Holy chips, dat is nice. Dat heb je echt nice gedaan. Aan de kant. Ik moet deze nog gaan maken. Ik ben oprecht trots op Jerry. Wat trouwens? Ja, volg Jerry even op Instagram. En als je sushi van hem wil, je kan het gewoon bestellen. Binnen vandaag besteld, morgen naar huis, volgens mij. Ja, besteld, pap.
9 uur op school. Iemand die zo goed sushi kan maken, kan je het wel bijzonder slecht eten, man. Ik vind het echt best lekker. Ja, kom. Nou, we aten sushi, het was lekker. Dat was het. Jerry, hartstikke bedankt voor het maken van de sushi. Sorry dat ik amper wat deed. Echt sorry. Daarvoor kijk je deze video. Vond je het leuk video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Een like noemen ze dat ook wel. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker beneden. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later, mensen. Gaat je YouTube? Ja? Zoek me straks op Tigootje. Ik ga het wel kijken, hoor. Zo kom je aan het zeggen, Sven. Je zit veel te fucking hoog. Ja, inderdaad. Je moet meer plat in. Ik doe die flexen. Oh, daar gaat mijn team zo.